stel dat op de vensterbank een doodgevroren vlieg lag. Zou je dan een aansteker onder zijn vleugels houden, tot het beestje in een vonk verandert, door een kier naar buiten glipt en vlammend in de nacht verdwijnt? Ik zag op oudjaarsdag hoe koppig wensballonnen zijn, hoe lang ze tussen grond en sterren blijven hangen, en hoe mooi alles wankelt als je op vuur wacht.